De heiwerkzaamheden voor de bouw van het nieuwe viaduct van de Oostelijke Ringweg zijn vandaag van start gegaan. Door het viaduct wordt de kruising met de Groningerweg ongelijkvloers. Omwonenden moeten vanaf donderdag rekening houden met geluidsoverlast. De werkzaamheden duren in ieder geval tot en met aanstaande maandag. Het heien begint om 7 uur 's ochtends en duurt tot 7 uur in de avond. FC Groningen lijkt spelbepaler Tjaron Sherry kwijt te raken. Al Ali uit Saoedi-Arabië is bijzonder gecharmeerd van Sherry. Hij moet zelf nog wel overeenstemming bereiken met Al Ali. De FC heeft inmiddels een nieuwe speler op het oog, Pavel Cibicki, een Zweedse voetballer met Poolse ouders. De 20-jarige speler komt uit voor Malmö FF en kan zowel op de rechter als de linkervleugel uit de voeten. Het vertrek van Sherry zou betekenen dat Filip Kostić niet naar Sporting Lissabon mag verkassen. FC Groningen wil namelijk geen tweede bepalende speler laten gaan. ING is de komende 3 seizoenen de nieuwe hoofdsponsor van Bikwik 1887. De voetbalclub heeft de overeenkomst gewonnen in een pitchwedstrijd. ING is de hoofdsponsor van de KNVB en om de breedte sport te stimuleren schreef het bedrijf een wedstrijd uit waarbij sponsorcontracten door amateurvoetbalverenigingen konden worden gewonnen. Bikwik is een van de 100 gelukkige winnaars en volgens voorzitter Dick Ozinga gaat het om een substantieel bedrag. Afgelopen seizoen prijkte Promotex nog op de shirts van de spelers, maar aangezien dat bedrijf als hoofdsponsor stopte, kon Bikwik de prijs goed gebruiken.